De Hongaarse componist Béla Bartók vluchtte vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten. Daar bleef hij tot zijn dood in 1945. Emigreren was echter nooit de bedoeling geweest. Bartók hield zielsveel van Hongarije en voelde zich vooral thuis te midden van de rust, de natuur en de mensen van het platteland. Maar de componist werd ongeneeslijk ziek en moest de laatste jaren van zijn leven doorbrengen in het stadsrumoer, tussen de wolkenkrabbers en de Amerikanen.